als je nieuwe dingen gaat uitproberen en vooral in het buitenland, je bent helemaal niet bekend met het land, met de mensen, met de taal. Hoe was die stap voor jou om die te zetten, om te zeggen van ik ga überhaupt naar het buitenland toe? Wat drong tot jou door? Vooral denk ik het idee van ik wil echt het huis uit, zeg maar. Ik toen in de tijd ook wel wat mindere thuissituatie. Ik vloog vaak tussen papa en mama door, zeg maar. Letterlijk, figuurlijk of gewoon? Nee, letterlijk. Als in, bedoel, ik was de ene week was bij mijn vader, de ene week bij mijn moeder. Of vader en moeder. Ja, en ik dacht van ja, weet je, ik ben hier een beetje klaar mee. En ik wou ook, zoals ik net ook aangaf, van ik had geen zin in een Nederlandse stage. Voor een of andere reden dacht ik wel super saai of zo. Ik weet niet precies waar ik die verdachte vandaan haalde. Maar toen boden ze het aan en toen dacht ik van ja, laat ik gewoon naar Hongarije gaan. Het was ook echt een complete impulskeuze, daar niet van of zo. Maar het is uiteindelijk is het heel erg waardevol geweest. In de vorm van, je gaat opeens van eigenlijk, het idee dat ik altijd heb geïdentificeerd als je in het buitenland bent. En je moet zelf, kijk, je bent ook in het buitenland, hè, dus mensen spreken bijna geen Engels. Ik was in Hongarije. Nou, ik zal je vertellen, daar spreken mensen geen goed Engels. Je hebt je ouders niet in de buurt. Je hebt geen, hoe zeg je dat, leraren van je school in de buurt. Je hebt geen vrienden in de buurt. Contactpersonen misschien? Ik had daar vrijwel geen contactpersonen. Dat is eigenlijk de hele grap. Oh. Ik kan misschien wel een beetje uitleggen hoe die stage gelopen is. Want dat was echt een rampentour, hoor. Ik kreeg een stagebegeleider aangewezen, zoals iedereen op zijn stage een begeleider aangewezen krijgt, toch? Ja. Die werd, toen ik daar aankwam, werd volgens mij, ik kwam daar volgens mij rond een donderdag aan. Vrijdag had ik een ontmoeting met die man. Mm-hmm. En de maandag daarna, weet je, dus die vrijdag, weekend daarna, die maandag, was hij blijkbaar ontslagen. Oh, dat is altijd prettig. Ja, dus die man was ontslagen, weet je, dat was mijn aangewezen contactpersoon. En dat is de persoon waar je dan nog wel wat vertrouwen in legt, zeg maar. Maar ja, die was dus opeens weg. Maar had ze een backupplan? Niet echt, niet meteen. Dat bedrijf had na een week of twee opeens kwam er gewoon iemand anders aanlopen. En die was opeens mijn nieuwe begeleider. Maar hoe ik het zag, volgens mij was het ook van, ja, ik was een laag betaalde stagiair. Eigenlijk werd ik niet betaald, weet je. Ik bedoel, het is Hongarije. Ik weet niet precies hoe ze daar normaal stagevergoedingen doen of wat dan ook, maar ik werd niet betaald. En dat was leuk. Maar ik kreeg van het Erasmus-fonds geld. En dat was al gewoon prima genoeg. Ja, nou, daar kon je gewoon van leven. Daar. Dat was zat. Dat was echt meer dan zat, hoor. Dat uitgerekend in Hongaarse forinten vond ik mezelf al miljonair.